Voorzitter, we zijn geen steek verder gekomen vandaag. Geen probleem is opgelost. En de premier heeft veel gepraat, toegegeven, maar eigenlijk niets gezegd. En de mensen thuis hebben ook helemaal niets aan de antwoorden van de minister-president gehad. Ik zag geen begin van een gevoel van urgentie. Ik zag en geloofde niet dat het kabinet de problemen van de mensen thuis voelt. Het is alsof ze in hun eigen andere Nederland wonen. Maar hier, voorzitter, in het echte Nederland ligt er voor wat betreft de koopkracht en het prijsplafond een onuitgewerkt, halfbakken plan. Geen details, geen koopkrachteffecten, geen heldere keuzes, terwijl de zorgen van de mensen thuis alleen maar groter en groter worden. Zeker nu vandaag energiebedrijven als Essent aan hebben gekondigd over een week de energieprijzen van variabele contracten zeer fors tot 30% tot 50% te verhogen. En voor dit jaar, 2022, doet het kabinet helemaal niets voor de koopkracht van mensen. Dit kabinet laat de mensen in 2022 keihard in de kou staan nadat ze tientallen voorstellen van de PVV en de rest van de oppositie in de prullenbak hebben gemieterd. Zelfs vandaag nog heb ik per interruptie geprobeerd om de premier te verleiden nog wat voorstellen te doen om voor de mensen voor dit jaar nog een extra steuntje in de rug te geven. Hij heeft het allemaal afgewezen. Ouderen, jongeren, kinderen, minima, modaal en bovenmodaal kunnen de rambam krijgen van dit kabinet. Voorzitter, ik kreeg net nog een e-mailtje van de meneer die zei: meneer Wilders, ik heb gewoon nu geen geld meer. Ik eet één keer in de twee dagen. Ik douche al weken niet meer. En ik heb al bijna al mijn meubels verkocht. En er zijn zo, meneer de minister-president, terwijl u grappen zit te maken met de minister van Justitie, zijn er, minister van Financiën, excuses, zijn er duizenden van dit soort mensen met leed, met verdriet, met honger, dit jaar. En u doet er helemaal niets aan. En voorzitter, ja, ik ben er niet alleen boos over, ik ben er verdrietig over, ik vind het walgelijk en ik hoop dat de aanklacht van mijn voltallige fractie tegen dit kabinet, om ze voor de Hoge Raad te dagen, dat die in ieder geval serieus wordt bediscussieerd en overwogen in deze Kamer, want dat mag toch echt niet ongestraft blijven. Maar voorzitter, niet alleen de koopkracht, ook de stikstofonzin en het pesten van onze boeren en de oplossingen daarvoor zijn niet opgelost. Geparkeerd bij de heer Remkes. We kunnen er deze dagen hebben er niet over kunnen praten. De asielproblematiek. Onze grenzen staan nog steeds wagenwijd open. Geen begin van een oplossing deze dagen met de premier kunnen bespreken. Meer dan duizend asielzoekers komen nog steeds iedere week Nederland binnen. 32.000 dit jaar. Vergelijken dus met Hongarije. 30 dit jaar. 30 daar. Tot nu toe in Nederland 30.000. 1 miljoen niet-westerse allochtonen door deze premier Nederland binnengehaald sinds hij premier is. Voorzitter, net in het nieuws. Door het asielakkoord van deze coalitie blijkt dat de wachttijd voor Nederlanders voor sociale huurwoningen met een jaar extra wordt verlengd. Mensen die al 6, 7, 8, 9, 10 jaar, vaak langer, op de wachtlijst moeten staan voor een sociale huurwoning, moeten nu, omdat het kabinet 20.000 huizen ter beschikking wil stellen voor asielzoekers, voor zogenaamde statushouders, moeten nog een jaar langer wachten op een woning. Voorzitter, dat is niet zoals de PVV wil, Nederlanders eerst, dat is Nederlanders laatst. En premier Rutte, of die nou uit zichzelf zwakke knieën en geen karakter heeft, of dat hij dat doet omdat hij met mevrouw Kaag van D66 in zee is gegaan en haar agenda van de vernietiging van Nederland verder uit moet voeren. Het is om te huilen. Voorzitter, Nederland verdient beter. We kunnen niet alleen miljarden besparen en Nederland aangenamer, minder vol, veiliger, Nederland zou maken. Als we die immigratie en de asiel beperken, als we die 100 miljard die we nu aan stikstof en klimaat uitgeven anders besteden, we zouden een sterk en een rijk land kunnen zijn zonder armoede. Dat is zoveel geld, dat zijn honderden miljarden die we anders zouden kunnen besteden. Dan zouden wij nu een land zijn zonder armoede, met geen mensen die de energierekening niet zouden kunnen betalen. En dat gooien we allemaal weg, omdat we dat aan iedereen geven, behalve aan onze eigen mensen. Voorzitter,
Dat betere Nederland, wat de PVV zo graag wil, dat kan in ieder geval niet meer met dit kabinet. Dat kan niet met de heer Rutte en mevrouw Kaag. Ik schat in dat er 100, misschien 200 mensen in Nederland nog zijn die vertrouwen in ze hebben. Maar de rest van Nederland heeft groot wantrouwen in ze. Het vertrouwen in u, meneer Rutte, het vertrouwen in u, mevrouw Kaag, komt nooit meer terug. Ik voorspel het u, het komt nooit meer terug. Vandaar de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, zegt het vertrouwen op in het kabinet Rutte-Kaag en gaat over tot de orde van de dag.